Ik ben Alja Spaan. Onlangs verscheen de bundel Het langzaam voorovervallen bij uitgeverij P, daaruit met wiebelpoten. Misschien gaat het met liefde zoals met geld en vrijheid, kracht en onafhankelijkheid, beweging en bezit, ruimte en horizon, dat je steeds meer verliest, beetje bij beetje. Er lekt iets, je vergat een dop aan te draaien, een deur op slot te doen, je liet een monster binnen en je hebt nooit naar een waarschuwing geluisterd. Je hebt ook nooit gedacht dat het nodig was en dat het zo ver zou komen. En vaak ook lijkt het terecht dat alleen dit overblijft. Staren in een ruimte waarvan je de meters probeert uit te leggen, ramen openzetten en vliegen vangen, koekjes breken en kruimels in een zakje doen voordat de buurvrouw ze steelt. Je wang lenen aan een jong handje dat je haar omhoog duwt en de spelden schuift en haar horen zeggen dat er een nieuwe dag is. Dankjewel.